Let's open up our Bibles once again to 1 Timothy chapter 4. Laten we opnieuw onze Bijbels openen bij 1 Timotheus 4. We will begin reading in verse 11 and read all the way to verse 16. We beginnen te lezen bij vers 11 en we lezen tot en met vers 16. Go ahead and read. Ja. 1 Timotheus 4 vers 11. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet, die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Now before we begin with some new material, I want to expand upon something that I was teaching in the session this morning. Nou, voordat we naar deze nieuwe verse kijken, wil ik uitweiden over iets dat vanmorgen aan de orde is gekomen. I describe the Christian life and especially the Christian ministry as a labor, a striving, as very hard work. Ik heb vanmorgen het christelijke leven en in het bijzonder ook de christelijke dienst en de bediening als christen beschreven als hard werken. Als een strijd, als iets waar je ook echt voor moet streven. We have a very high calling. We hebben een hele hoge roeping. The world is in a desperate situation. De wereld bevindt zich in een hele wanhopige toestand. And this makes great demands upon our lives. En dat betekent dat er heel veel van ons wordt gevraagd. And so there is a sense in which the ministry will wear us out. Dus in een bepaald opzicht zal de dienst aan de Here ons ook heel erg moe maken. But there is also a sense in which the power of Christ is constantly renewing us. Maar er is ook een wijze waarop de kracht van de Heer Jezus Christus ons voortdurend vernieuwt. And this is primarily through the word of God and prayer. En dat gebeurt met name door Gods woord en door gebed. If you neglect this aspect of your life, you will do so to your great damage. Als je dit aspect in jouw leven verwaarloost, dan doe je dat tot grote schade van jezelf. We must be primarily those who dwell with God. Wij moeten mensen zijn die in de allereerste plaats wandelen met God. But another thing that I need to say is this. En iets anders wat nodig is te zeggen is dit. Someone came up to me this morning and asked the question, is it always wrong when we rest or take a break from things that we enjoy life? Iemand vanmorgen kwam naar me toe en die stelde mij de vraag, is het dan altijd verkeerd als we rusten, als we even pauzeren, als we even tijd nemen om gewoon van het leven te genieten? No, it is not wrong to rest. Nee, het is niet verkeerd om te rusten. And it is not wrong to take a break from the daily activities of the ministry. En het is ook helemaal niet verkeerd om een pauze te nemen in de normale activiteiten die het werk met zich meebrengen. There were times when even Jesus went away with his disciples in order to rest. We lezen ook in de evangelie dat ook Jezus met zijn discipelen dat hij soms ergens anders naartoe ging om te rusten. And this is something that you must learn to do early in your ministries. En dit is iets wat je vroeg in je bediening ook moet aanleren. So that you will be fruitful. Zodat je ook vruchtbaar zult zijn. Many men of God down through history have been great laborers in the cause of Christ.
Er zijn heel veel mensen geweest in de hele geschiedenis door die geweldige harde werkers zijn geweest voor de zaak van Christus. And yet they saw the necessity to break away and recuperate. En toch hebben ze voortdurend ook ingezien dat het nodig was om even ertussen uit te gaan en weer op adem te komen. Thank you. Dankjewel. And she shall not lose her reward. En haar loon zal haar geenszins ontgaan. There have been many wise men who have said, we are either spiraling upward or we are spiraling downward. En er zijn veel wijze mannen die ook in het verleden hebben gezegd, we gaan of langs een spiraal omhoog, of we zitten in een cirkel naar beneden. Those who work very hard in the ministry and even maintain their communion with God will spiral downward if they do not also rest at times. Zij die heel hard werken in de dienst van de Heer en die ook hun relatie met God onderhouden, Die zullen toch in een cirkel naar beneden komen als ze niet ook tijd nemen om te rusten. Now when you're in your 20s and 30s and early 40s, it seems like you can go on forever and never need to rest. Nou, als je in de 20 bent en in de 30 en begin 40, dan lijkt het net alsof je gewoon door kan gaan en door kan gaan zonder dat je ook tijd neemt om te rusten. But sooner or later it's going to catch up to you. Maar vroeg of laat moet je daar de rekening voor betalen. And your body and your mind is going to be broken. En je lichaam en je mentale toestand kunnen daardoor erg achteruit gaan. Robert Murray McShane was probably one of the godliest men who ever walked this planet. Robert Murray McShane was een van de meest godvrezende mannen die ooit heeft geleefd. He died when he was 28 years old. Hij stierf toen hij 28 jaar oud was. He said this before he died. Voordat hij stierf, zei hij dit. The Lord gave me a message and a horse with which to carry it. De Heer heeft mij een boodschap gegeven en een paard waarmee ik die boodschap kan brengen. But I have killed the horse. Maar ik heb het paard gedood. And he did. He died when he was 28. Dat heeft hij gedaan. Hij bedoelde dus zijn lichaam. Hij stierf toen hij 28 was. Now none of us would dare judge his life. Niemand van ons die durft natuurlijk om hem daarom te veroordelen. But he himself recognized that he should have rested. Maar hij erkende zelf dat hij meer had moeten rusten. Now let me prophesy for a moment. Nou, ik ga nu even profeteren. Especially to you young men and women in the ministry. In het bijzonder tot jullie jonge mannen en vrouwen in de dienst van de Heer. Now some of you probably are really lazy. Nou, sommige van jullie zijn waarschijnlijk echt lui. And if that's the case, you probably just need a swift kick in the pants. En als dat het geval is, heb je een schop nodig. But most of you, if you're truly, truly called of God, are going to have a greater tendency to wear yourself out. Maar de meeste van jullie die echt een roeping van de Heere God verstaan, zullen de neiging hebben om jezelf uit te putten. And here's what you'll do. En dit is wat je zult doen. You will spend your young Christian life working and working and working and working. Je zult je vroege christelijke leven spenderen door te werken en te werken en te werken en te werken. And because you feel strong, you will not take a break. En omdat je je zo sterk voelt, neem je geen pauzes. But eventually what will happen is this. Maar wat dan uiteindelijk zal gebeuren is dit. Even if you maintain the same long hours of work, you will begin to realize that you're just not accomplishing as much as before. Zelfs als je hetzelfde aantal uren blijft werken, zul je er op een gegeven moment achterkomen dat je in diezelfde uren niet meer zoveel kan doen als dat je voorheen kon doen. And because you're not accomplishing as much as before, you're even less likely to take a break. En omdat je dus minder bereikt in diezelfde tijd, zul je nog minder geneigd zijn om jezelf rust te geven. So that you just keep working harder and harder, but you become less productive and less productive. Waardoor je alsmaar
harder blijft werken, maar wel ook steeds minder resultaten ziet en effectief bent. Until finally you burn out. Totdat je een burn-out krijgt. You're no good to anyone. En dan kan je niemand meer dienen. And every person who comes toward you causes bitterness to rise up in your heart. En iedereen die een beroep op je doet, daarna, die zorgt ervoor dat er een soort bitterheid in je hart opschiet. Because it's just one more person demanding something from you. Omdat het nog weer iemand anders is die iets van je vraagt. And if you are a minister of Christ. Als je een dienaar bent van Christus. For the most part, people are going to come to you in order for you to give them something. Meestal zal het zo zijn dat mensen naar jou toekomen omdat ze iets van jou verwachten en verlangen. And eventually you get tired of giving. En uiteindelijk kan je heel moe worden van het alsmaar geven. And you get bitter. En dan word je bitter door. Now another thing that happens is this. Iets anders dat wel gebeurt is dit. A man works very hard in the ministry, or a woman works very hard in the ministry. Een man of een vrouw werkt heel hard in de dienst van de Heer. And when they do take a break from the ministry, they don't really take a break from the ministry. En als ze dan even een rustperiode nemen en even rusten van de bediening, dan rusten ze eigenlijk niet van de bediening. They say, I'm going to rest for a week. Dan zeggen ze, ik neem nu een week rust. But I'm also going to take this work with me and try to accomplish some things. Maar ik neem toch nog ook even wat werk met me mee om toch nog een paar dingen gedaan te krijgen. And they keep living that way. En ze blijven zo leven. And they keep getting more tired. En daardoor worden ze alsmaar weer moeer. Until what happens is this. Totdat het volgende gebeurt. When they're working, they're too tired to work. Als ze werken, zijn ze te moe om te werken. And when they're resting, they're not resting, but still working. En als ze rusten, dan zijn ze niet echt aan het rusten, maar zijn ze nog steeds aan het werk. And so they come to a point where they're neither working or resting. Dus dan kom je in een toestand waarin je nog werkt, nog rust. They're burnout. En dat is burn-out. Now some of you young people may be thinking, I don't need to hear this. Nou, sommige van jullie jongeren die denken waarschijnlijk, ja, maar dit heb ik toch helemaal niet nodig. I can run like the wind. Ik kan rennen als de wind. Yes, yeah, so could I. Dat kon ik ook. Like a wild man. Als een wilde bras. But even wild men get tired. Maar zelfs wilde brassen worden moe. And some of it's of the Lord, but some of it's not. En een deel daarvan is van de Heer, maar een ander deel is dat niet. We are to do what the Lord tells us. We moeten doen wat de Heer ons zegt te doen. We are not to do less than what he tells us. We moeten niet minder doen dan wat hij van ons vraagt. But we're not to do more than what he tells us. Maar we moeten ook niet meer doen dan hij van ons vraagt. Extremely important. Dat is heel belangrijk. So what I want you to see in this is a simple truth. Ik wil dat je een eenvoudige waarheid ziet. When you work, work hard. Als je werkt, werk dan hard. And when you take a break, take a complete break. En als je vakantie neemt, als je een pauze neemt, neem dan ook een volledige pauze. And if someone comes to you during that time of break. En als iemand in jouw vakantie naar je toe komt. My wife usually tells them this on my behalf. Mijn vrouw zegt dan zonder mijn weten vaak het volgende. She said, if you're coming here to see my husband. Ze zegt, als je hier komt om mijn man te zien. There's only two reasons I'm going to let you see him. Er zijn maar twee redenen waarom ik je bij hem zal toelaten. Somebody has died. Iemand is gestorven. Or Jesus has come back and we didn't know it. Of Jezus is teruggekomen en wij hebben het niet opgemerkt. But other than that, you're not going to see my husband. Maar als die twee dingen niet zijn gebeurd, dan laat ik je niet toe bij mijn man. As I said before, when I ministered in Peru, the Peruvian Christians called my wife the great cherubim, the great cherub. Okay. Ik heb wel eerder gezegd dat toen wij in Peru samenwerkten, toen noemden de christenen in Peru mijn vrouw de grote cherubijn. They said when they would come near the house in the morning when it was my time to study. Ze zeiden dat als ze wel eens bij ons huis kwamen 's morgens als ik daar aan het studeren was. She was standing in the gate. Dan stond ze bij de poort. With a flaming sword.
Met een vlammend zwaard. And her head looked this way and that way. En haar hoofd ging van links en naar rechts. So, first of all, there is the sense in which a man in the ministry, a woman in the ministry, needs to have a time alone with Christ every day when nobody touches you. Dus het is heel belangrijk dat een man en een vrouw van de Heere God, dat je tijd met God alleen hebt en dat niemand je dan stoort. And I recommend early in the morning. En ik beveel het aan om dat vroeg in de ochtend te doen. Because the more you delay it, the more likely Satan is going to be able to intervene and stop it. Want hoe meer je het uitstelt, hoe meer Satan in staat zal zijn om te interveneren en het tegen te houden. And the more likely your flesh is going to give excuses for not needing it. En hoe gemakkelijker het wordt dat je vlees excuses gaat aandragen waardoor je het helemaal niet meer doet. Now some of you who are very busy in evangelism and winning souls. Nou, sommige van jullie die heel actief zijn in evangelisatie en het winnen van mensen voor de Heer. I don't know what's in your heart, but I can tell you something I've seen over the years. Maar ik weet niet wat er in jouw hart leeft, maar ik kan je wel iets vertellen wat ik door de jaren heen heb zien plaatsvinden. You're so concerned about winning souls, and that's right. Je bent heel erg bezig met het winnen van mensen voor de Heer, en dat is goed. But you almost feel guilty for spending a lot of time studying the Word. Maar je voelt je bijna schuldig als je veel tijd neemt om in Gods woord te lezen. Or you'll feel guilty for spending time just communing with God. Of je voelt je schuldig als je gewoon de tijd neemt om met God te zijn. I feel that way sometimes. Soms heb ik dat gevoel ook. I mean, there's so much to do. Er is zoveel te doen dan. And I enjoy studying the word. En ik vind het heerlijk om in de Bijbel te lezen. I enjoy communing with God and learning things. Ik vind het heerlijk om met God alleen te zijn en dingen te leren. And it's almost like I feel guilty. En soms dan lijkt het wel alsof ik me toch schuldig voel. I mean, this really can't be my job. Dan denk ik, dit kan toch niet mijn baan zijn? Studying the word every day? Het woord bestuderen elke dag? Reading the Bible, praying? De Bijbel lezen en bidden? And the devil will almost make you feel condemned. En de duivel die geeft je een gevoel van veroordeling, dat je veroordeeld wordt daarom. Why are you sitting in here filling your own heart with the word of God? Waarom zit je hier en je voedt alleen maar je eigen hart met het woord van God? When there's so many people out there that need you. Als er zoveel mensen daarbuiten zijn die jou nodig hebben. Remember Mark chapter 1? Weet je nog Marcus hoofdstuk 1? Jesus got up very early while it was still dark and went off to pray. Jezus stond heel vroeg op toen het nog donker was en hij ging bidden. And Peter, who almost always put his foot in his mouth, said the following thing. En Petrus put his foot in his mouth. Yeah. Peter went to look for Jesus. En Petrus die altijd weer op zoek was naar Jezus. And even though Jesus didn't say, get thee behind me. En Jezus zei niet altijd, ga achter mij, Satan. He was speaking things to Jesus that weren't true. Petrus zei dingen tegen Jezus die niet waar waren. Why are you here praying? Waarom ben je hier aan het bidden? Everyone is looking for you. Iedereen die ziet naar u uit. There's needs out here. Mensen hebben noden. Why are you here praying? Waarom bent u hier aan het bidden? A man or woman filled with the word of God, filled with the spirit of God and given to prayer. Een man of een vrouw die vervuld is met het woord van God, met de geest van God en die zich geeft aan het gebed. Will do more in 1 hour of work than an army of men in 24 hours. Die zal meer werk kunnen verrichten in 1 uur tijd dan een heel leger van mensen in 24 uur tijd. So every day you need to be with the Lord. Dus elke dag moet je gewoon tijd nemen met de Heer. And then at least once, twice a year, somewhere around there, you need to get away. En tenminste 1 of 2 keer per jaar moet je er echt tussenuit gaan. I think it is best if a person can go away not for 3 days or 4 days, but at least a week or 2 weeks. Nou, ik denk dat het beste is dat iemand dat je er tussenuit gaat, niet voor 3 of 4 dagen, maar tenminste voor 1 week of 2 weken. And go somewhere and rest. Ga ergens naartoe en rust uit. Whatever it takes to rest. Wat er ook voor nodig is om te rusten, doe dat.
If it's just going somewhere and getting away and reading books, als het gewoon is dat je ergens anders verblijft en dat je boeken leest, prima. If you want to sit in a tree with a chicken suit on, I don't care. Just rest. Als je in een boom wil gaan zitten met een kostuum van een kip aan, dan moet je dat gewoon gaan doen. You really need to rest. Maar je moet gewoon wel rusten. The fellow ministers who work with you need you to rest. En je medearbeiders die hebben het nodig dat jij rust. Your wife needs you to rest. Je vrouw heeft het nodig dat jij tot rust komt. Your husband needs you to rest. Je man heeft het nodig dat jij rust. And come back fully charged. En kom terug met je accu weer opgeladen. Now something that medical science has discovered, and I believe it's true. Iets wat de medische wetenschap heeft ontdekt, en ik geloof dat dat waar is. Someone works very, very hard. Iemand werkt heel hard. And they go to rest. En dan gaan ze rusten. It takes 2 weeks for the mind and body to unwind. Er is 2 weken nodig voor het lichaam en voor het verstand van de mensen om dan een beetje, om een beetje gedeprogrammeerd te raken. And another 2 weeks for that same body and mind to be restored. En dat er nog 2 weken nodig is voor ziel en lichaam om hersteld te worden. So I think for a minister it's better to take fewer vacations or breaks. Ik denk dat make the breaks that you take longer. Ik denk daarom dat het verstandiger is voor een dienaar van de Heer om misschien iets minder periodes van rust te nemen, maar ze dan wel langer te laten duren. Now I locked my wife in the closet in the cabin so she couldn't hear me preach this. Nee. Ik heb mijn vrouw in de kast opgesloten, zodat ze mij niet kon horen vanavond. Because she'd be throwing things at me right now. Want ze zou nu dingen naar me toe gooien. But my argument is simply this. But my argument ja, is this. Maar het punt dat ik wil maken is dit. Do you really want to look like me when you're 51 years old? Wil je er nou echt zo uitzien zoals ik eruit zie op 51-jarige leeftijd? A brother told me today, and I think it was a compliment. Een broeder die zei vandaag tegen mij, en ik neem het als een compliment. He says, when I see you walking into the auditorium, you just look like an old man. Hij zei tegen mij, als ik jou naar voren zie lopen en het podium op, dan lijk je net een oude man. I said, thanks. Ik zei, dank je. Now you may think, Brother Paul, why are you talking about this? This is a, you know, we need to know some things. Nou, misschien zeg je, waarom behandel je dit allemaal? We moeten toch gewoon bepaalde dingen te weten komen. We moeten toch onderwijs krijgen? Yeah, and after 30 years of ministry, I'm telling you this is what you need to know. Ja, maar na 30 jaar in de dienst van de Heer te hebben gestaan, zeg ik, dit is wat je moet weten. You're in a marathon. Het is een marathon. You want to finish better than you started. Je moet beter eindigen dan dat je bent begonnen. Now, let's go on. In verse 12, let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity, show yourself an example of those who believe. Laat niemand u misachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. There is a sense in which when you look at our cultures in the West, there is a sense in which you can see the judgment of God. Nou, in een bepaald opzicht is het volgende waar, dat als we kijken naar de cultuur van het Westen, dat we daar Gods oordeel in kunnen aanschouwen. And one of the signs of God's judgment upon a nation is that the younger men rail against the elder men. En een van de tekenen dat Gods toren, dat Gods oordeel rust op een bepaald land of een bepaalde cultuur, is dat jongeren zich brutaal gedragen jegens de ouderen. And oftentimes we'll see this even in the church. En dit zien we zelfs gebeuren in de gemeente. And younger men will demand to be respected. En jonge mensen die staan erop dat zij gerespecteerd worden. And oftentimes they'll use this verse. En vaak gebruiken ze dit vers. No one should look down upon me just because I'm young. Niemand moet mij minachten omdat ik jong ben. Well, that's true. Dat is waar. If als you are a godly young man.
je een godvrezende jonge man bent. You do not immediately have the respect of everyone simply because you have been called into the ministry. Je hebt niet onmiddellijk het respect van iedereen, eenvoudigweg omdat je geroepen bent tot de dienst aan de Heer. You earn the respect of others through your conduct. Maar je verdient het respect van anderen door je gedrag. Ordination as a pastor or preacher does not mean that you deserve respect. En ook als je gewoon voorganger bent en als je bent aangesteld in een bepaalde functie, betekent dat niet automatisch dat je het respect verdient. But your conduct, maar je gedrag, your nobility, your godliness, je edelheid en je godvrezendheid. Also, you need to understand this. Dit moet je ook begrijpen. Just because you earned respect once does not mean that people ought to continue respecting you. Alleen maar omdat je één keer het respect van mensen hebt verdiend, betekent het niet dat mensen je altijd moeten blijven respecteren. You must continue earning people's respect by your perseverance in godliness. Je moet doorgaan met het respect van mensen te verdienen door te volharden in het vrezen van de Heer. Now this applies even with regard to what the old preachers called the anointing of the Holy Spirit. Nou, dit is zelfs van toepassing op datgene wat dat predikers van wel eer noemden de zalving van de Heilige Geest. When you've been called into the ministry, als je geroepen bent in de bediening, one of the first things you should do is run to your prayer closet. Is een van de eerste dingen die je moet doen is je moet naar je gebedskamer gaan. And cry out to God for greater and greater measures of his grace and the power of the Holy Spirit. En dat je roept tot de Heere God voor meer van zijn genade en van de kracht van de Heilige Geest op jouw leven. Usefulness in the ministry is not based merely upon intellect. En bruikbaarheid in de dienst van de Heere is niet alleen gebaseerd op verstandelijke vermogens, op je intellect. Usefulness in preaching is not primarily eloquence or verbal wisdom. En dat je gebruikt wordt door de Heere in de prediking, dat komt niet in de eerste plaats omdat je wel bespraakt bent of omdat je goed kan dingen kan verwoorden. A minister's usefulness in the ministry is based upon God's anointing on his life. Maar de bruikbaarheid van iemand in de bediening hangt af van de zalving van de Heere God op iemands leven. That God has endowed him in a special way with the power of the Holy Spirit to carry out his ministry. Dat iemand door de Heere God bekleed is met de kracht van de Heilige Geest om die bediening uit te oefenen. People sometimes ask me, Brother Paul, what exactly are the old preachers talking about when they talk about the anointing from heaven? Mensen vragen mij soms, Broeder Paul, wat was het nou wat die oude predikers bedoelden toen ze het hadden over die zalving die vanuit de hemel op iemands leven rust? And I'll give you the answer the old preachers would give. En ik zal hetzelfde antwoord geven als wat zij zouden geven. It's really hard to define the anointing from God on a minister. Het is moeilijk om het te definiëren, die zalving van de Heer God op een dienstknecht. But you know when he has it and you know when he doesn't have it. Maar je weet gewoon wanneer hij het heeft en je weet ook wanneer hij het niet heeft. Because there's fruitfulness. Omdat er vruchtbaarheid is. Lives are changed. Omdat levens worden veranderd. The power of God is manifested. Omdat de kracht van God wordt gemanifesteerd. He's a simply a different man when he gets in the pulpit. Hij is gewoon een ander iemand als hij opstaat om te spreken. Now here's what I want you to understand, young men. En dit is wat ik wil dat jullie begrijpen, jongelui. A young man will go into the ministry and he will feel such inadequacy that he will seek God in prayer. Een jong iemand die gaat de bediening in en hij voelt zich zo onbekwaam dat hij de Heere veel zoekt in gebed. And God will touch his life with a measure of power. En de Heere God raakt hem aan en schenkt hem zijn kracht. But then as he goes on in that power ministering. Maar daarna als hij doorgaat in die bediening. He begins to get busy and he neglects his time in prayer. Dan begint hij vooral bezig te zijn en dan begint hij zijn tijd in gebed te veronachtzamen. And he's living his entire life and his ministry based upon something that happened to him in the past. En hij leidt zijn hele leven en zijn hele bediening
op grond van datgene wat in een ver verleden met hem is gebeurd. And he needs fresh oil upon his life. Maar wat hij nodig heeft is verse olie in zijn leven. You must continually be seeking greater and greater manifestations of God's power in your ministry. Je moet doorgaan met het zoeken naar een grotere en grotere openbaring van de kracht van God in je bediening. Now when I say this, I'm not using the same language as the charismatics you see on television. Nou, als ik dit nu zeg, dan bezig ik niet dezelfde taal als sommige charismatici die je op de televisie kan aantreffen. I'm just talking about a greater fullness of the Holy Spirit that you might minister in Christ's power. Ik heb het gewoon over een grote volheid van de Heilige Geest, zodat je kan dienen in de kracht van Christus. That your preaching might be quickened by the Holy Spirit. Dat je prediking kracht wordt bijgestaan door de Heilige Geest. And that your entire life might be adorned by His presence and power in your life. En dat je hele leven getekend wordt door de aanwezigheid en de kracht van de Heere God. This is something that we persevere in. En hierin behoren we te volharden. Constantly seeking greater intimacy with God. En voortdurend op zoek naar die vertrouwelijke omgang met God. Constantly going to Him with greater need. En voortdurend met een besef van onze nood en afhankelijkheid naar Hem toe gaan. And constantly receiving a full supply. En voortdurend ook alles ontvangen wat we nodig hebben. You see, when a young man begins to preach, the demands on his life are at a certain level. Als een jong iemand begint met te prediken, dan zijn wat er van hem gevraagd wordt, is op een bepaald niveau. And he needs grace and the power of God to carry out that ministry. En hij heeft genade en de kracht van God nodig om op dat niveau te kunnen dienen. But the demands will increase upon him. Maar de vragen die naar hem toekomen, die zullen toenemen. The warfare will increase upon him. En de oorlog rondom zijn bediening zal toenemen. The stewardship and the responsibility of that stewardship will increase. Het rentmeesterschap en de verantwoordelijkheid die dat rentmeesterschap met zich meebrengt, die zullen toenemen. And it should cause him to be constantly going to God for greater strengthening. En dat moet hem ertoe leiden dat hij voortdurend naar de Heere God toe gaat om meer kracht te ontvangen. Now let's go back to verse 12. Als we teruggaan naar vers 12. Let no one look down on your youthfulness. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. That doesn't mean you're to walk around demanding respect from people. Dat betekent niet dat je rond moet lopen en het respect van mensen moet opeisen. But it means that you are to live in such a way as to earn the respect of people. Maar het betekent dat je op zo'n manier moet leven dat je ook het respect van de mensen om je heen verdient. And how do we do that? En hoe doen we dat? In our speech. In onze spraak. Now it seems kind of strange that he puts speech before conduct. Het lijkt een beetje vreemd dat hij hier woord plaatst voor wandel. I mean, it looks like he'd put conduct first. Het lijkt mij dat hij misschien beter wandel eerst had kunnen plaatsen. But here's what you need to understand. Throughout the Bible there is a direct relationship between speech and the content of your heart. Maar je moet goed begrijpen dat in de Bijbel heel duidelijk wordt dat er een directe relatie is tussen de woorden die je spreekt en wat er leeft in je hart. People often tell me, you can't look inside my heart. Mensen zeggen vaak tegen mij, maar jij kan toch niet in mijn hart kijken? And I say, I don't have to, I just have to listen to your speech. En dan zeg ik, nee, maar dat hoeft ook helemaal niet, ik hoef alleen maar te luisteren naar je woorden. To listen to what you talk about. Om te luisteren naar datgene wat je vertelt. That's why Isaiah said, I'm a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips. En daarom zei Jesaja, ik woon te midden van een volk dat onrein is van lippen. En ik ben zelf een man onrein van lippen. Because what's in your heart's going to come out of your mouth. Want wat er in je hart leeft, dat komt uit je mond. Jesus said, out of the heart come all these abominations. En Jezus zei dat uit het hart al die onreinheden komen. There was an old preacher in America named Vernon McGee. Er was een oude prediker in Amerika, zijn naam was Vernon McGee. And he gave an illustration one time of just how true this is. Hij gaf een illustratie van deze waarheid. That what man says in his out of his mouth is a demonstration of what's in his heart. Dat wat een man zegt, hè, dus de woorden die hij spreekt, dat laat zien wat er in zijn hart leeft. And this is what he said. En dit zei hij. He said, folks, if you don't believe me. Mensen, als jullie mij niet geloven, then just walk out on the street one day.
Ga dan eens een keer de straat op. And the first guy you see coming down the sidewalk. En de eerste die je op de stoep daar tegenkomt. Just rear back and punch him in the mouth as hard as you can. Geef hem gewoon een flinke stomp op zijn mond, zo hard als je kan. And he said, and you'll see what comes out of his heart. En dan zal je zien wat er uit zijn hart komt. And that's true. En dat, dat is waar. Look, I can show you right here. Dat was niet het vertalen waard. Now, when you listen to yourself speak. Als je luistert naar je eigen spraak, naar je eigen woorden. If you're like me, you will often say, I really need to work on this area of my life. Als je een beetje op mij lijkt, dan zul je ook zeggen, ik moet echt werken aan dit gebied in mijn leven. And sometimes I have gone through the scriptures and looked at what the scripture says about speech. En soms ben ik door de schriften heen gewandeld en heb ik alles opgezocht wat de Bijbel zegt over onze spraak. And tried to memorize those scriptures. En ik probeer die Bijbelversen uit mijn hoofd te leren. And that is helpful. En dat helpt. But it's kind of like dealing with the symptom instead of the root of the problem. Maar het is wel een beetje dat je dan werkt aan de symptomen in plaats van aan de wortel van het probleem. And this is a good truth for all of you. En dit is waar voor ons allemaal. When I see something in my life that needs to be changed. Als ik iets zie in mijn leven dat moet worden veranderd. I no longer attack that one thing specifically because I've found out throughout my life it really doesn't change a whole lot. Dan probeer ik niet alleen mij te richten op datgene wat ik heb ontdekt, niet alleen op dat ding zelf of dat terrein zelf, want ik ben erachter gekomen dat dat niet zo heel veel verandert. Because even though I can memorize scripture and almost, you know, make myself change outwardly. Want ook al kan ik bepaalde Bijbelversen uit mijn hoofd leren en ook van buiten dus wel bepaalde veranderingen doorvoeren. It doesn't change me inwardly. Het verandert me niet van binnen. So whatever flaw I find in my life. Dus als ik een bepaalde zwakte in mijn leven tegenkom. It causes me to think about one thing. Dan leidt mij dat ertoe om over één ding na te denken. I need to be more conformed to the image of Christ. Ik moet meer veranderen naar het beeld van Christus. And so instead of concentrating on my mouth. Dus in plaats van dat ik me concentreer op mijn woorden. I run to Christ. Ga ik tot Christus. I go to him. Ik ga naar hem. And I look at him. En ik kijk naar hem. And I pray to him. En ik bid tot hem. And I meditate on him. En ik mediteer op hem. And I think that's very important. En ik denk dat dat heel belangrijk is. I think it's the way to inward change. Ik geloof dat dat de weg is tot innerlijke verandering. He says, be an example in the way you talk. Hij zegt, wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord. Be an example in your conduct. Wees een voorbeeld in wandel. Now, young people, let me share with you something. I see a great disconnect between what a lot of young people say and the way a lot of young people act. Nou, laat me dit zeggen. Ik zie soms een tegenstrijdigheid tussen wat jonge mensen zeggen en wat jonge mensen doen. And I especially see this, I don't know, in America, but I see it also in Europe. En ik zie dat niet alleen in Amerika, maar ik zie dat ook in Europa. And you know, it's like, I'll hear a guy talking with another young guy about some just fabulous, like the beauty of Christ. I'll hear them in a discussion about the beauty of Christ. En ik hoor een jonge man die praat met een andere jonge man en ze hebben het samen over hoe schitterend de Heer Jezus Christus is. And then I'll hear him say something like this. En dan hoor ik hen iets zeggen zoals dit. Oh, and have you gone and seen so and so movie because it is really, really cool. Heb je die ene film al gezien? Want die is echt heel erg gaaf. Not that looking at every movie is wrong. Niet dat elke film verkeerd is om naar te kijken. But the particular movie is rated R. Maar die film waar ze het dan over hebben is niet geschikt voor jongeren. Has blasphemy in it, nudity in it. Daar wordt in gevloekt en daar komt naaktheid in voor. And there's like a disconnect.
En er is iets wat niet klopt, dat past niet bij elkaar. In one thing they're talking about the beauty of Christ, and the next thing they're talking about something that blasphemes his name. En de ene keer hebben ze het over de Heer Jezus Christus, en de andere keer hebben ze het over iets dat zijn naam oneer aandoet. Or my wife and I'll be walking down the hallway after preaching somewhere. Of mijn vrouw en ik die wandelen in, of die zijn dan in de hal van een gebouw waar ik heb gepreekt. And some girls will come toward us. En een paar meisjes komen naar ons toe. And either come to me and say, "Oh, brother Paul, that preaching on holiness was so good." En ze zeggen, "Oh, broeder Paul, die preek over heiligheid, die was zo goed." Or they'll say to my wife, "That thing you were talking about, moral purity, it was wonderful." Of ze zeggen tegen mijn vrouw, weet je, dat waar u over gesproken hebt, over reinheid, dat was echt heel goed. But when my wife sees them coming, she wisely walks ahead of me and stands in front of me. Maar als ze die dames op ons af ziet komen, dan gaat ze wijselijk genoeg gaat ze tussen hen en mij instaan. Because the girls are dressed in such a fashion that it's immoral. It's a stumbling block. Omdat de dames dusdanig gekleed zijn dat het voor mij aanstootgevend zou zijn. I don't want to hurt anybody, but really you can see this disconnect. It's a contradiction. Ik wil niemand pijn doen, maar je ziet gewoon dat er iets niet klopt, iets niet bij elkaar hoort. I mean, it's amazing. En dat is verbazingwekkend. I'll make a statement on Twitter about the holiness of God. Ik schrijf iets op Twitter over de heiligheid van God. And I mean, and this guy writes back on the Twitter thing, "Brother Paul, you're right. God is holy." En een broeder die reageert op mijn Twitterbericht: "Broeder Paul, je hebt gelijk, God is heilig." And the picture of himself on Twitter? Maar de foto die hij zelf gebruikt op Twitter. He doesn't have a shirt on. Hij staat erop met blote bast. He's showing his abs or whatever they call them. Hij showt zijn sixpack. And and he's taking a picture of himself in a mirror with his cell phone. En hij neemt een foto van zichzelf in de spiegel. And I'm thinking, does this guy have mental problems? En ik vraag me echt af of deze jonge man niet bepaalde psychische problemen heeft. You don't see any contradiction? Zie je een beetje dat het niet helemaal bij elkaar past? I was one time preaching on holiness to a group of college students. Ik sprak voor een groep studenten over heiligheid. And a guy that looked like Arnold Schwarzenegger walked in and sat down right to my left. En een man die eruit zag als Arnold Schwarzenegger, die kwam naar binnen en die ging links voor mij zitten. It looked like he painted his shirt on. It looked like he painted his pants on. His clothes were real tight. Hij had zulke strakke kleren aan dat het net leek alsof het alleen maar getekend was op zijn lijf. And as I'm everything I'm preaching on holiness, he's going, "Amen, amen." En alles wat ik predikte over heiligheid, hij zei, "Amen, amen." I even started talking. I thought, "Well, I'm just going to preach at him. I'm going to preach about him." So I'm preaching against him, and he's going, "Amen." En ik richtte me helemaal op hem. En ik dacht, ik moet op hem preken. En hij maar, "Amen, amen." So, after the sermon, I walked down to him. En na de preek ben ik naar hem toegelopen. He said, "That was great." En hij zei, "Dat was geweldig." I said, "Are you okay in the head?" ik zei tegen hem, "Gaat het wel helemaal goed met jou? Do you need special counseling or something?" Heb je ook bepaalde raad misschien nodig? Now, I'm saying this way so that you know you're not overly crushed, but nou, this is a serious problem. Ik zeg het op deze manier zodat je er niet echt onder bezwijkt onder wat ik zeg, maar ik ben wel serieus. That young people listen to me. Dus jongelui, luister naar me. The heart is revealed by what you do externally. Het hart wordt geopenbaard door wat je doet en wat er aan de buitenkant te zien is. And your conduct needs to be pure. En je gedrag behoort rein te zijn. It needs to reflect an innocence. Het moet een bepaalde onschuld reflecteren. Young guys, listen to me.
Jonge mannen, luister naar me. You want to ruin your ministry in the future? Als je je bediening in de toekomst wil kapotmaken, then marry a sensual woman. Trouw dan met een sensuele vrouw. She'll ruin your ministry. Ze zal je bediening stuk maken. There is a real beauty. Er bestaat iets als ware schoonheid. A real physical beauty. Een ware lichamelijke schoonheid. But it's wrapped in purity and innocence. Maar die is gekleed in reinheid en onschuld. It is a hidden beauty. Het is een verborgen schoonheid. So be very careful. Dus wees heel voorzichtig. Young ladies, you want to marry a godly man? Jonge dames, je wilt trouwen met een godvrezende man? Who cares more about your heart than your sensuality? Die meer geeft om jouw hart dan om het zintuigelijke? Then dress and act in a way that shows purity and innocence. Kleed je dan op een manier die ook reinheid en onschuld reflecteert. And listen to me. Purity and innocence is not ugly to a godly man. En weet je, voor een godvrezende man is reinheid en onschuld niet lelijk. It's attractive. Maar heel aantrekkelijk. So look what he says here. Our speech, he says our conduct and our love. Hij zegt ons woord, onze wandel en onze liefde. Now here we are. Nou, love. Hier hebben we het, liefde. If I have a goal for the next 30 years of my life, it is this, to love more. Als ik een doel zou moeten stellen voor de komende 30 jaar van mijn leven, dan zou het dit zijn, dat ik meer zal liefhebben. To love more purely. Om meer puur lief te hebben. To love more sacrificially. Om meer opofferingsgezind lief te hebben. To be known even among my enemies as one who would die for them. Om gekend te zijn, zelfs onder mijn vijanden, als iemand die voor hen zou willen sterven. To not hurt anyone unless hurting was absolutely essential in love. Om niemand pijn te doen, tenzij het pijn doen van iemand echt nodig is. One of the men who's been a big influence on my life, discipling me. Een van de mannen die een grote invloed op mijn leven heeft gehad en die mij heeft geholpen om de Heer te volgen. He has told me this several times. Heeft mij dit diverse keren gezegd. He says, in the new covenant, love is not just one thing among many. In het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, is liefde niet slechts één ding onder vele dingen. Love is the thing among many. Maar liefde is het ding onder vele dingen. To love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength, and to love your neighbor as yourself. Om de Heere God lief te hebben met geheel je hart en ziel en kracht en verstand, en om je naaste lief te hebben als jezelf. You can pour out your life in the ministry for wrong motives. Je kunt je leven opofferen in de dienst van de Heere vanuit verkeerde motieven. For selfish motives. Uit zelfzuchtige motieven. You can give yourself to people so that they owe you and you can control them. Je kunt jezelf aan mensen geven, zodat ze als het ware bij jou in de schuld komen staan en dat jij gaat heersen over hun leven. You can give yourself to people for the sake of fame. Je kunt jezelf aan mensen geven met het doel om beroemd te worden. To gain something somewhere. Om op de een of andere manier iets te verkrijgen. But let our motive be love. Maar laat ons motief liefde zijn. Love. Liefde. Faith. Geloof. Faith. Geloof. Jesus in Matthew in Luke 18 gives great promises with regard to prayer. De Heer Matthew what? In Luke 18. Sorry. De Heer Jezus die spreekt in Lucas 18 over een aantal zaken en hij heeft het daarover het gebed. He is basically saying ask and you will receive. En de Heer Jezus zegt daar vraag en u zal gegeven zijn. But he ends that teaching by saying one of the saddest things in the entire Bible. Maar hij eindigt dat onderwijs door een van de meest droevige dingen te zeggen die we kunnen vinden in de hele Bijbel. But when the Son of Man returns, will he find such faith on the earth? Wanneer de Zoon des Mensen terugkeert op aarde, zal hij zulk geloof vinden. It's almost like the Lord is going, listen to me, disciples. Het is alsof de Heer zegt, luister naar mij. Ask and it will be given.
Vraag en het zal je gegeven worden. Seek and you'll find. Zoekt en gij zult vinden. Knock, the door will be open. Klop en de deur zal voor je open gaan. And then he goes like this. En dan doet hij dit. But then again, when I come back, will I find any of you believing any of this? Maar als ik terugkom straks, zal ik dan enige van jullie aantreffen die dit geloven? The sovereignty of God is not a motivation for us to be passive in prayer. De soevereiniteit van God moet niet voor ons aanleiding zijn om passief te worden in het gebed. The sovereignty of God should drive us to prayer. Maar de soevereiniteit van God moet ons juist aanzetten tot gebed. To seek great things from God, to expect great things from God. Om grote dingen van de Heer te zoeken en grote dingen van Hem te verwachten. To believe Him. Om Hem te geloven. To stand upon His promises. En om te kunnen staan op Zijn beloften. Now, young man, listen to me. Nou, jonge mannen, luister naar me. The more you trust in the arm of the flesh, the less you are going to see the power of God. Hoe meer je vertrouwt op het vlees, hoe minder je zult zien van de kracht van God. And that is throughout all the Bible. En dat is in de hele Bijbel het geval. Whenever God is going to do a great work with a man, he does what I call Gideon's call. Wanneer de Heere God beslist om iets groots te doen door iemand heen, dan gaat hij doen wat ik noem iets wat overeenkomt met de roeping van Gideon. God is God an army he wants to deal with, the Midianites. De Heere God heeft een leger en hij wil afrekenen met de Midianieten. So he finds the weakest man in the weakest family in the weakest tribe of Israel. Dus hij vindt de zwakste man in de zwakste familie van de zwakste stam van Israël. And he says, "Hail, mighty warrior." En hij zegt, heil, machtige strijder. The man is hiding. Gideon is hiding from the enemy. Maar Gideon die verbergt zich voor de vijand. He is scared of his shadow. Hij is bang voor zijn eigen schaduw. And God says, "Hail, mighty warrior." En God zegt, machtige strijder. And then he tells him to go get an army. En dan zegt hij tegen hem dat hij een leger moet halen. So he gathers this small army. Dus hij verzamelt een klein leger. God says, "You can't go to war." There's a problem. God zegt, je kunt nu niet ten strijde trekken. Er is een probleem. And I'm sure Gideon's going, "Yeah, there's a problem. I don't have a lot of men." En ik weet zeker dat Gideon toen zei, ja, er is inderdaad een probleem. Ik heb veel te weinig mannen. And God goes, "No, the problem is you got too many men." Maar de Heere God zegt tegen hem, nee, het probleem is je hebt te veel mannen. And then after they called it the first time, he said, "You still have too many men." En daarna, nadat ze een aantal minder hadden, toen zei de Heere God nog steeds, je hebt te veel mensen. And when he had an army of ridiculous size, they went off to battle. En toen ze een leger hadden dat helemaal nergens op sloeg qua omvang, toen gingen ze de strijd in. Why is that? Waarom is dat? Because God will share his glory with no one. Omdat de Heere God zijn eer met geen ander deelt. And because God knows how quick men are to attribute success to men rather than to God. En de Heere God weet ook hoezeer mensen geneigd zijn om succes toe te schrijven aan mensen in plaats van toe te schrijven aan God. Let's look at George Mueller. Laten we eens kijken naar George Mueller. Hopefully you've read the autobiography of George Mueller. If not, you need to read it. Ik hoop dat je de autobiografie van George Mueller hebt gelezen. He took care of thousands and thousands of orphans in Bristol, England, and never made his needs known. Hij heeft uiteindelijk zorg gedragen voor duizenden en duizenden wezen in Bristol, Engeland. En hij heeft nooit tegen iemand gezegd wat hij aan financiële middelen daarvoor nodig had. He made the decision to stand on prayer alone and God blessed it phenomenally. Hij nam de beslissing om alleen maar te vertrouwen op het gebed en God heeft hem fenomenaal gezegend. Let's look at David for a moment. Als we kijken naar David. There's a giant out there. Een reus die staat daar. Everyone in Israel is cowering behind a rock. En iedereen in Israël die zit te beven achter een rots. He blasphemes God and mocks the entire army, and yet no one, including the king, is dare to come out of their hiding place. Nou, hij vervloekt God en hij bespot het leger van Israël en niemand, en ook niet de koning, die durft voor hem te verschijnen. And David said, "I'll fight him." Maar David zegt, ik zal tegen hem strijden. The king hears about it and calls him into his tent. En de koning hoort daarvan en die roept hem bij hem. And young preacher, this is oftentimes what older preachers will do to you, to your harm. En jonge mannen, dit is vaak wat oudere predikers zullen doen met jou, wat voor jou schade kan betekenen. You want to live by faith.
Jij wil leven door geloof. You want to trust only in the power of God revealed in preaching and prayer. Je wil alleen maar vertrouwen op de kracht van God die geopenbaard wordt door gebed. And oftentimes a wiser, older preacher will call you aside and say, you need more than that. En soms gebeurt het dat een oudere, wijzere broeder je bij zich roept en zegt, ja, maar er is meer voor nodig dan dat. And like Saul dressed David in his armor. En zoals Saulus David heeft gezet in zijn eigen legeruiter, in zijn wapenrusting. Old prophets who have forgotten the power of God will try to dress you in carnal strength. Oude profeten die de kracht van God niet meer kennen in hun leven, die zullen proberen om jou te kleden in vleeselijke kracht. But reject this kind of help. Maar verwerp dit soort help. Go out there with the smooth stones of the promises of God. Maar ga de vijand tegemoet met de gladde stenen van de belofte van God. The more you trust in God, the more you'll see God. Hoe meer je vertrouwt op God, hoe meer je God zult zien. But now let me go at it from the other side. Maar laat me nu vanuit de andere kant benaderen. What is faith? Wat is geloof? Faith is not faith unless it is based upon the promises of God. Geloof is geen geloof tenzij het gegrond is op de belofte van God. So on the other extreme you'll see young ministers run out here believing promises that God never made. Dus aan de ene kant zien we soms mensen rondrennen en ze hebben het over beloften die God nooit heeft gedaan. That is why your faith must be based upon a sound and sure knowledge of God's word. En daarom moet je geloof gebaseerd zijn op een gezond en een zekere kennis van het woord van God. And then he says purity. En dan zegt hij reinheid. Purity. Reinheid. As I have said before. Zoals ik al eerder heb gezegd. God uses a clean sword. De Heere God gebruikt een rein zwaard. A sword so clean that when he looks at the blade, he can see his own reflection. Een zwaard dat zo rein is, dat als hij daarin kijkt, in het ijzer van het zwaard kijkt, dat hij zijn eigen beeldenis daarin kan zien. As I have shared before, years ago, a man by the name of Leonard Ravenhill gave me a track. Ik heb al eerder met jullie gedeeld dat jaren geleden een man genaamd Leonard Ravenhill mij een traktaat gaf. One of his friends told him that one of my friends told him that I was really struggling and needed some help, and he sent me a track. Nou, een van mijn vrienden die had hem verteld dat ik echt worstelde met bepaalde dingen, en hij stuurde mij iets op. And the track said, others can, but you cannot. En in het traktaat stond, anderen kunnen dit wel, maar jij kan dit niet. And basically what it said was this. En wat het zei was dit. Others may feel free to jump headlong into the world, but if you want the power of God on your life, you cannot. Anderen die mogen zich vrij voelen om helemaal zich te geven aan bepaalde dingen in deze wereld. Maar als jij verlangt naar de kracht van God op je leven, dan kan jij dat niet. In the name of Christian liberty, others may feel free to participate in worldly carnality, but you cannot. In de naam van de christelijke vrijheid zullen er anderen zijn die zich